Iedereen welkom. Misschien kort een keer situeren. Prof, ik denk dat Prof voor jullie allen wel bekend is. Prof wil samen met bedrijven, samen met kenniscentra, met zorginstellingen antwoorden bieden op problemen met betrekking tot de zorg in de toekomst. En deze morgen hebben wij een rondleiding gekregen door de diverse zorgkamers die Prof ontwikkeld heeft en waar eigenlijk technologie centraal stond. Het was echter ook zo dat Jan van Ecke toch ook wel dacht dat technologie is één iets, maar ook worden wij geconfronteerd toch met een aantal sociale thema's en ook die willen wij niet uit de weg gaan. Nee. Vorig jaar kwam vrijwilligheid aan bod, dit jaar eenzaamheid. En het is vooral... Hallo, ja. Het is vooral de bedoeling... Het is vooral de bedoeling dat... binnen Prof een cel actief is, een groep actief is, en dat noemt namelijk het Jewel Team. En het Jewel Team wil vooral sociale thema's aanpakken, maar met de methodiek van Prof. Namelijk met een brainwave. En aan de hand van die brainwave, die we deze morgen ook hebben meegemaakt, worden keywords gekozen. En aan de hand van die keywords kan men dan eigenlijk verder op pad. Rond eenzaamheid hebben wij dat ook gedaan. En een van die belangrijke keywords, en dat was namelijk de essentie, is initiatief. Initiatief nemen. En toen wij het programma opmaakten, dachten we van welke voorbeelden kunnen wij zoeken die initiatief genomen hebben, door bijvoorbeeld een tegenslag of weet ik veel wat. En dan kwam automatisch bij mij Mark Hermans door mijn hoofd gespeeld. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij is Mark Hermans een soort icoon. Dus ik heb tot op vandaag nog nooit durven spreken met Mark Hermans. Jan van Eck heeft gezegd, je moet hem opvangen. Ik zeg, ja, kan ik dat doen? Dus ik heb de uitdaging aangaan. Ik heb dat dus. Maar voor mij staat Mark Hermans inderdaad voor initiatief nemen, maar ook zelfs voor zijn ongeval. Ik heb een hele carrière gevolgd. Hij had ook de naam Mad Max. Dat was omdat hij inderdaad de grenzen durfde opzoeken. En ik denk dat zijn getuigenis een heel waardevolle getuigenis is om ook het probleem van eenzaamheid ook aan te pakken. En daarom zou ik graag het woord nu geven aan Mark Hermans. En misschien een daverend applaus. Goedemiddag iedereen. Eerst en vooral voor Jan ben ik een icoon, maar ik ben een hele gewone jongen van een boerenbuiten, van Wistwezel. En ik heb iets meegemaakt op mijn levensweg, maar dat is eigenlijk ook alles. En ik moet lezingen geven en in Poperingen, maar ik heb ook al in China gezeten, New York, IJsland. En ik vind dat heel raar, want ik ben in een situatie gerold waar ik nooit van dacht waar ik in zou terechtkomen. Dus, maar wat ik vooral wil aantonen voordat ik mijn verhaal begin, is dat ik een gewone sterveling ben en dat ik net hetzelfde lot beschoren ben zoals net iedereen in de zaal. Dus we zijn allemaal hetzelfde lot beschoren. Vroeg of laat is het einde. Of dat ik nu mezelf ben of iemand van jullie, we zijn allemaal equal. En voordat ik mijn verhaal begin, vraag ik altijd iets aan de mensen. Of dat ze even willen gaan rechtstaan en gaan zitten. Dat is heel simpel. Dank u wel. Dank u. Eerst en vooral, dat is lichaamsbeweging, dat is heel goed, dat weten we allemaal. Maar ten tweede, jullie hebben juist aangetoond dat jullie stuk voor stuk sterker zijn dan ik. Want jullie hersenen zeggen tegen het lichaam recht staan en gaan zitten. En dat is een evidentie. En als mijn hersenen vragen aan mijn lichaam, gaan de signalen van mijn hersenen tot hier en niet verder. Dus wat dat ik hier ook vertel, jullie zijn sterker dan ik. Dat is heel belangrijk om weten. En wat ik heel dikwijls ook in scholen ga spreken, heb ik een kaartspel gemaakt. Wij zijn nog een generatie die het kaartspel kennen. De jeugd kent dat niet meer, maar wij kennen dat nog. En dat kaartspel is fantastisch, want dit is het kaartspel van het leven. En iedereen van ons heeft zo'n kaartspel op zak. Je ziet dat niet, maar je hebt dat wel op zak. En met dit kaartspel moet het doen. En dat kaartspel is fantastisch, want het leven is fantastisch. Maar dat is eigenlijk ook vrij hard, want als we deze kaart trekken, we worden geboren, is het onvermijdelijk dat we vroeg of laat deze kaart trekken. En op mijn 26 jaar dacht ik, ik trek de zwarte kaart. Het kaartspel van het leven is totaal voorbij. En toen heb ik een levensles geleerd van een jongetje van 6 jaar oud.
dat mij meer heeft geleerd dan dat ik ooit in school heb geleerd. En dat is dat elke tegenslag in het leven, hoe zwaar dat hem ook is, een kans is om terug te vechten. Zolang dat dit klopt, hebben we kansen om terug te vechten. Het enige echte tegenslag dat we niet meer kunnen terugvechten, is het einde. En dat heb ik geleerd van dat manneke. En daar het is gigantisch veel uit voortgevloeid. Maar om tot dat punt te komen, ga ik heel even door mijn levensverhaal. En ik start eigenlijk met een fantastische kaart. Omdat, geboren in een land als België, alle toekomstmogelijkheden, onderwijs, voedsel, drank, voetballen, jeugdbeweging, alles wat we maar willen. En heel veel kinderen op deze planeet trekken een heel andere kaart. En die moeten van een eerste seconde beginnen vechten. Of ze trekken de zwarte kaart. Dus die weten niet of dat ze een week gaan leven, een maand, een jaar. En wij zijn degene hier in de westerse wereld. Fillen, zwarte kaart. Verandering op het werk, zwarte kaart. Slecht eten op tafel, zwarte kaart. Maar eigenlijk, we vergeten het constant dat wij de happy few op deze planeet zijn. Dat er elke 7 seconden een kind sterft van de honger. En onze problemen zijn die fillen. Dus ik denk dat wij onterecht te veel die zwarte kaart trekken. Mijn jong leven, dat was sport en avontuur. En een functie als een professor of wat dan ook zat er bij mij absoluut niet in. En ik had eigenlijk... Haten is een heel lelijk woord. Maar er was één ding in mijn leven dat ik echt haatte. En dat was stilzitten. En dan is school niet een natuurlijke biotope dat je wilt zitten. Want dat is altijd stilzitten. En ik deed toch mijn school en ik volgde mijn school. En op mijn 16 jaar speelde ik voetbal bij KFC Wistwezel. En ik zat in de kern van het eerste elftal. Ik begon geld te verdienen met voetbal. Maar op een avond zag ik de beelden van Rocky. En ik zeg tegen mijn ouders, ik stop met voetbal. Ik word bokser. En meer dan dat... De hoofdkaart in mijn leven wordt, ik word de beste bokser ter wereld. En ik had fantastische ouders, maar op die moment zei die nee. Die zei, je verdient geld met voetbal, je blijft voetballen. Ik zeg, nee, ik stop. Ik begin te trainen zoals een bokser. En als ik 18 jaar ben, mag ik zelf beslissen wat ik doe. En dan stap ik in de ring. Dus van mijn 16 tot mijn 18, normaal gezien begint dan het leven voor veel mensen, omdat de meisjes beginnen te jagen achter de jongens, vice versa. Maar ik zat altijd anoniem te trainen op mijn zolderkamer. Ik ging eigenlijk nooit niet uit, omdat ik had een hoofddroom. En om daar te geraken moest ik alles verdoen, maar ook alles verlaten. En dat was ik 18 jaar een absolute topkaart, want ik mocht het school verlaten. En voor iemand die niet van school houdt, is dat een absolute topkaart. En het was het laatste jaar dat mensen in België in het leger moesten. En omdat sport en avontuur mijn ding was, ben ik bij de paracommando's gegaan. En dat was eigenlijk de tijd van mijn leven, want het was niet meer stilzitten. Het was uit de vliegtuig springen tegen de rotsen hangen. Ik zat ook in het nationaal loopteam van het Belgisch leger. Het echte leven was begonnen. Met name een periode bij de paracommando's keek ik terug op mijn leven. En ik had nog nooit in mijn leven gevochten. En bij de paracommando's is dat eigenlijk een statement om erbij te horen moeten vechten. Maar ik heb een hekel aan vechten. Ik heb een hekel aan agressie. Ik heb een hekel aan haantjesgedrag. En ik begon wel in te zien, ik zit met een fundamenteel probleem. Omdat ik wil de beste bokser worden ter wereld. Maar ik heb een hekel aan vechten. En dat is nu een essentieel onderdeel van boksen, dat ik op elkaars gezicht slaag. Dus ik zat met een groot probleem, want dat was absoluut tegen mijn natuur. En dan ben ik beginnen werken als bouwvakker en als brandweerman. En dat was eigenlijk 3 jaar de tijd van mijn leven, omdat de brandweer was fantastisch. Werken als bouwvakker op een dak zitten, dat was superleuk. Maar ik zat nog altijd in mijn achterhoofd met... Ik zit hier met die hoofdkaart. Ik wil ooit in iets de beste worden. En de beste bouwvakker ter wereld bestaat niet. En op een avond zat ik tv te kijken naar National Geographic. En ik zag de beelden van de Ironman van Hawaii. En dat was 3,8 kilometer zwemmen in de oceaan. 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Ik zeg, dat is het. Ik ben vanaf mijn 16 jaar een anoniem leven aan het leiden. Ik ben constant keihard aan het trainen geweest. Ik ga de beste triatleet ter wereld worden. Omdat dat is vechten tegen de natuurelementen, mentaal vechten tegen jezelf en vechten tegen de tegenstanders zonder effectief in de clinch te moeten gaan en op elkaars gezicht slagen. Dus ik zeg triatlon, dat wordt het. Maar ik werkte 10 uur per dag als bouwvakker. 'S Avonds en 's nachts moest ik soms weg met de brandweer. Maar toch werk ik 12 op Belgisch kampioenschap. En ik vroeg aan mijn ouders, pa, ma, dit is goed. Maar ik wil de beste worden ter wereld. Dan krijg ik 1 jaar de kans om alles op alles te zetten. Lukt het, dan word ik profatleet. Lukt het niet, dan ga ik terug werken als bouwvakker en triatleet. En mijn vader en moeder zijn van mezelf de 2 meest fantastische mensen op deze planeet. En ze gaven me de kans om van mijn dromen te gaan. En de volgende 3 jaar werd ik 2 keer Belgisch kampioen. 2 keer 8 op het wereldkampioenschap.
Maar de hoofdwedstrijd in triathlon is de Ironman van Hawaii. En op mijn 27 jaar mocht ik voor de eerste keer naar Hawaii. En het was atletenmeeting een beetje zoals hier. En links van mij zat de wereldrecordhouder. Rechts van mij zat de wereldkampioen. En ik was die kleine, simpele jongen dat wist wezel. En ik was redelijk onder de indruk. En na de meeting ging ik naar mijn coach en ik zeg, coach, hoe moet ik deze wedstrijd aanpakken? Want ik ben de jongste deelnemer van de profs. Ik moet gaan strijden tegen mijn helden. Ik heb totaal geen idee hoe had ik het moeten aanpakken. En dan zei mijn coach, normaal is fietsen nu sterkst onderdeel, maar doe het rustig aan tijdens fietsen. Loop een goede marathon. Dit jaar is een try-out. En volgend jaar komen we terug en we pakken nu een droom. En ik luisterde naar mijn coach, maar kwam toch elders van de fiets. En ik liep op plaats 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. En op 3 kilometer van Tijnlok op een 4e plaats, samen met Lothar Leder, en dat was een toenmalige wereldrecordhouder. En er kwam een auto naast gereden van NBC en die riep naar Lothar Leder, Lothar, you still can win this race, because the three guys in front are dying. En op die moment zei Lothar Leder, dat was toen mijn held, and now I'm already dead. Dus ik kreeg te horen dat de drie jongens voor mij aan het sterven waren, maar een grote held zei dat hij dood was. En ik maakte een redelijk kapitale inschattingsfout, want ik dacht dat ik nog onnoemelijk fris zat. En ik begon te versnellen alsof het een 100 meter was. En het was geen 100 meter, het was nog 3 kilometer. En ik liep naar plaats 3 en dan was ik op weg naar plaats 2. En op 1,5 kilometer van het einde ging het licht volledig uit. Ik ben dan naar de aankomstlijn gewaggeld eigenlijk. En in de laatste rechte lijn was er iemand die mijn superzware Amerikaanse vlag in mijn handen duwde. Het was eigenlijk de eerste wedstrijd op Amerikaanse bodem na 9-11. Dus ik durf ze eigenlijk niet terugduwen. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, wist ik ook niet van welk land dat ik was, want ik was helemaal kapot. Dus ik zeg, ja, oké, ik ben een Amerikaan. Dus ik ben met de Amerikaanse vlag over de streep gelopen. En eerst was ik super teleurgesteld. Had ik het echt verstandig had aangepakt, had ik waarschijnlijk sowieso het podium gehaald. En nu dat impulsief te versnellen, was het podium weg. Maar ik wist wel, ik was veruit de jongste deelnemer bij de profs. Ik had mijn eigen ingehouden tijdens mijn sterkste onderdeel. Ik wist eigenlijk 100% zeker. Ik kom dichter bij mijn droom. NEC, volgend jaar pak ik die een droom. Ik ga de Ironman van Hawaii winnen. Ik ben vanaf mijn 16 jaar aan het investeren. Volgend jaar wordt mijn jaar. En dan was ik op trainingskamp. Begin 2002 met de beste motocrossers ter wereld in Frankrijk. 10 dagen hard getraind, dan het vliegtuig naar België. 2 dagen rust, dan 10 dagen gaan trainen in Lanzarote. En de dag 8 van het trainingskamp, zoals elke ochtend, keek ik op mijn ochtendpols. En die dag had ik 28 slagen per minuut. En voor mij was het altijd, als ik onder de 30 ga, heb ik eigenlijk in C totaal geen training meer nodig, want dan ben ik klaar voor de volgende wedstrijd. En die dag moesten we 140 kilometer fietsen. En ik zeg tegen mijn vrienden, ik ga nog 2 dagen rusten, dan pak ik het vliegtuig naar België. En dan vlieg ik naar Australië, want ik ben helemaal klaar voor de Ironman van Australië. En die mannen zeiden, je kunt beter nog met ons meetrainen, want januari, kijk naar het weer. Fantastisch. België is slecht weer, ga gewoon met ons mee. En die dag moesten we 140 kilometer fietsen. En ik ben dan toch meegegaan. En ik dacht, ik ga het rustig aan doen, maar tot de laatste klim van het hotel. En ik dacht nog 1 keer voluit naar boven. En ik kwam eerst boven en ik begon de downhill. En op 1 seconde tijd verlies ik controle over het stuur en ging ik met mijn rug op een rotsblok. En op 1 seconde tijd kreeg echt allemaal topkaarten in mijn leven. Ik leefde eigenlijk mijn droom, zal ik maar zeggen. Ik was bijna bij mijn hoofddroom, bij mijn hoofdkaart, die kon ik wegsteken. En op 1 seconde tijd pakte ik de kaart die niemand wil pakken, die van het leven houdt. En dat is de zwarte kaart. En, mijn favoriete tv-kanaal is National Geographic. En ik had dus een documentaire gezien over bijna doodervaringen. En die mensen zeiden allemaal, als je sterft, zie je de film van je leven passeren. En mij leek dat een beetje science fiction. Maar ik heb toch onwaarschijnlijk veel beelden gezien uit het verleden. En dat bleek uren en uren te duren, maar eigenlijk ben ik met 2 seconden buiten bewustzijn geweest, dus dat was super raar. En de dokter stond naast mijn bed in Lanzarote en die zeiden dat ik hartproblemen had, longproblemen en een complete dwarslesie van borst tot tenen. Dan met een speciale helikopter naar Las Palmas. Dezelfde diagnose, hartproblemen, long en complete dwarslesie. Dan op een speciaal vliegtuig naar België. 9 uur durende operatie en dezelfde conclusie, hart, long en complete dwarslesie, borsttenen. En voor mij was dat eigenlijk hetzelfde als het einde van het kaartspel, want ik had eigenlijk maar aan 1 ding echt een hekel in het leven. En dat was dan stilzitten. En nu zei ze op mijn 27 jaar, de rest van je leven moet je gaan stilzitten. Dus voor mij was het eigenlijk hetzelfde als game over, het kaartspel is gespeeld.
En dan heb ik de grootste levensles ooit gekregen. Dat is van mijn petekind, het zoontje van mijn zuster. En tot dan had ik eigenlijk nog niemand van mijn familie echt gezien. En ik lag op intensieven en plots ging de deur open. En het zoontje van mijn zuster kwam binnen, kleine Jules. En die wandelde naar mijn bed en ik kroop op mijn bed en die pakte me vast. En die zei, onkel Mark, ik ben zo blij dat je terug bent. En op die 1 seconde heeft hij mij meer geleerd dan ooit tevoren. En dat is elke tegenslag in het leven, hoe zwaar dat hem ook is, is een kans om terug te vechten. Als dit nog klopt, heb je nog kansen. En dankzij dat manneke heb ik die kaart terug van achter kunnen zetten. En ben ik terug beginnen spelen. En eigenlijk nog altijd met een fantastische kaart om mee te beginnen. En dat is deze kaart, want ik was nog altijd diezelfde persoon. Ik woonde nog altijd in België met alle mogelijkheden. En het allerbelangrijkste, mijn vrienden en familie waren nog altijd dezelfde. En ik denk dat we hier allemaal in de zaal, dat we ooit ons leven mogen beleven zoals het echt loopt. En je ligt op je sterfbed en ze vragen u welke 2 dingen gaat er missen uit je leven. Dat we allemaal op hetzelfde terechtkomen, dat zijn vrienden en familie. En in C is al de rest bijzaak. Kunnen rechtstaan en gaan zitten is niet het belangrijkste. Mijn vrienden en familie, dat is waar het om draait. En dankzij dat manneke wist ik dat ik onwaarschijnlijk bevoorrecht was, omdat ik er nog was. En op die moment had ik al 11 vrienden verloren die geen tweede kans hebben gekregen. En ik had nog een tweede kans gekregen, ik weet niet van wie, maar ik heb een tweede kans gekregen en dat is een absoluut voorrecht. En dan was ik aan het denken, ik denk dat iedereen onder ons wel een bucketlist heeft, ofwel familiaal of bedrijfsvlak, muziek, schilder, maakt niet uit. Maar ik had ook een bucketlist en dat was Hawaii winnen. De Crocodile Trophy rijden, dat is de meest moeilijke mountainbike-wedstrijd ter wereld. En ik wou absoluut papa worden. En heel veel mensen waar ik mee praatte, die zeiden van zet dat uit je hoofd. Je bent verlamd van borst tot tenen. Ik heb nog andere complicaties. Zet dat allemaal uit je hoofd. Zoek nieuwe wegen. Maar toen ben ik met mijn pa en ma gaan praten en al het team dat altijd rond mij heeft gestaan. En die zeiden als dat uw dromen zijn, moet het ervoor blijven gaan. En dankzij hen ben ik enorm hard beginnen trainen. En normaal gezien lag ik 6 tot 9 maanden in het ziekenhuis, hadden ze verwacht. Maar na 3 maanden was ik terug thuis. Terug bij mijn familie, terug bij mijn vrienden. Na 6 maanden had ik op training de volledige afstand gedaan op mijn armen. De 3,8 gezwommen, 180 gehandbiked en de marathon gewield. Na 8 maanden stond ik terug aan de start in Hawaii. Wat dat voor mij een absolute topkaart was, want ik lag niet in een ziekenhuisbed, maar ik was terug in Hawaii. Alleen is het zo, en de mensen uit de zorgsector zullen dat weten misschien, als je een complete dwarslesie hebt van borst tot tenen, het eerste jaar moet je heel je lichaam aanpassen en zit eigenlijk meer ziek dan gezond. En dan had ik een longinfectie, dan had ik nierstenen, dan had ik een nierontsteking. En ook 2 dagen voor de wedstrijd werd ik ziek. Ik heb alleen de 3,8 kilometer kunnen zwemmen. En dan hebben de dokters mij uit de wedstrijd genomen. Maar op zich was dat weer een goede kaart, omdat ik was terug bij mijn familie en terug bij mijn triatleten van voor het ongeval. En die triatleten van voor het ongeval kwamen naar me toe en die zeiden, Mark, je hebt zoveel pech gehad. Je was bijna de snelste van ons allemaal. Je kon gigantisch veel geld gaan verdienen. En op 1 seconde verland van borst tot tenen, dat sterkste wat u kan overkomen. En ik moest onmiddellijk replyen met, ik heb onwaarschijnlijk veel geluk gehad, want punt 1, ik heb het overleefd. En punt 2, dat is hier het letsel op mijn rug. Oei. De pointer is in. Allee, op die foto zie je het letsel op mijn rug. En als ik wat hoger verlamd was geweest, kon ik voor de rest van mijn leven alleen mijn hoofd nog bewegen. En was er van die 2 armen geen sprake meer. En, dat is misschien heel belangrijk dat ik in mijn leven nog geleerd heb dat je vooral moet kijken naar de dingen die je hebt. En de dingen die je niet meer hebt, moet je gewoon vergeten. Want dat is waste of time. En dan kwam ik terug in België. Dat was een super vervelende avond, omdat ik was genomineerd voor sportpersoonlijkheid van het jaar. Samen met 4 geweldige atleten. En ik had eigenlijk alleen maar gezwommen in een oceaan. En ook verschrikkelijk slecht gezwommen in een oceaan. En toch besloten de mensen in België dat ik sportpersoonlijkheid werd van het jaar. En er is maar 1 ding uit voortgevloeid wat echt de moeite waard is geweest van al die bekendheid. En dat is, met bekendheid kun je iets doen. En ik heb mijn naam gebruikt om de To Walk Again Foundation op te richten. En in 2002 zijn we gestart met een ronde bedrag van 0 euro. Na 4 jaar had ik meer dan 1 miljoen euro verzameld. Dan zijn we beginnen samenwerken met Sporta. En nu, onlangs vorige week maandag, hebben we in het ziekenhuis van Herentals ons Revolution Centrum opgestart. En er gebeuren geweldige dingen in die foundation. En we bereiken ongeveer 6000 mensen met een beperking. We doen zitski-kampen. Dat is bijvoorbeeld de foto op de Memorial van Damme, waar onze kinderen de 100 meter sprint hebben gedaan.
We doen eigenlijk fantastische dingen. En als er één ding goed is geweest aan heel die bekendheid, dat is dat we de 2OKM Foundation hebben kunnen opstarten en dat we mensen kunnen helpen te geloven in de toekomst en te bouwen aan een mooie toekomst. En dat alles is opgestart met de meest inspirerende mens die ik ooit ontmoet heb. Dat was Christopher Reeve. Hij was Superman in de eerste Superman-film, van zijn paard gevallen, verlamd van hals tot tenen. Ik heb hem ontmoet in New York en hij zei tegen mij, Mark, het is niet de vraag, zullen mensen in rolstoel ooit terugstappen? De enige vraag is wanneer. En we komen dichter en dichter via de weg van stamceltechnologie. En spijtig genoeg is hij een jaar later overleden. Zijn vrouw is overleden in 2005. Maar zijn kinderen en de foundation doen geweldig werk op vlak van stamceltechnologie. En ook de Wings for Life Foundation uit Oostenrijk doet gigantisch mooi werk. En voor ons komt het wellicht te laat, maar we moeten echt onze kinderen motiveren om dagelijks te revalideren, elektrostimulatie te gebruiken, echt constant bezig zijn om op korte termijn weg te blijven van medicatie en op langere termijn klaar te zijn voor een medische oplossing. En vandaar dat ze elke dag moeten revalideren, en dat is niet simpel, maar ik revalideer 3 uur per dag, 7 op 7, al 15 jaar een stuk. Dat maakt dat ik eigenlijk nooit niet meer ziek ben, dat ik niks van medicatie neem. En dat is een boodschap die we moeten doorbrengen aan de jeugd, want ze maken al zoveel mee. Als ze dan ook nog van de ene medische complicatie in de andere vallen, gaat ook je mentale gezondheid achteruit en is het eigenlijk een hopeloze situatie. En binnen de foundation proberen we dat echt te promoten. En we hebben bijvoorbeeld met de foundation 3 van die staproboten aangekocht. En alle mensen in de Benelux kunnen binnen ons centrum komen trainen om op korte termijn weg te blijven van artrose, spierverkortingen, doordrukwonden. En op langere termijn klaar te zijn, komt er een medische oplossing, dan is hun lichaam klaar om in een medisch project te stappen. En dan was het leven drukker dan ooit tevoren, want als topatleet heb je de luxe leven. Veel vergeten dat, maar dat is trainen, eten, slapen en dat zit. En sommigen worden ook nog belachelijk veel voor betaald. Dus topatleten zijn echt, echt happy few op deze planeet. Maar na mijn ongeval had ik nog altijd die droom om Hawaii te winnen, dus ik moest gigantisch hard trainen. Maar dat was ook de foundation oprichten, dat was lotgenoten bezoeken, dat was 3 uur revalideren per dag. Dus leven was super zwaar. Maar toch, ja, na het ongeval was ik 3e, stond ik op het podium, dat was een goede kaart. Ja, nadien was ik weer 3e, dat was niet goed, want ik bleef hangen. In topsport wil altijd meer en meer. En ja, nadien had ik een gevecht met die struise jongen op de foto hier, dat is Carlos Moleda. En dat was een voormalige Navy SEAL, die is in een hinderlaag gelokt. Die zijn 7 kompanen zijn doodgeschoten. Hij heeft een schot gekregen in zijn middel. Hij is neergegaan en de vijand dacht dat hij dood was. Maar hij heeft dat dus overleefd. Maar de eerste 2 jaar heeft hij alleen naar die zwarte kaart kunnen kijken. Omdat hij had zijn 7 vrienden verloren. Was verlamd vanaf zijn middel. En hij dacht dat het ook voorbij was. Maar na 2 jaar heeft hij ook zijn kaartspel van het leven terug in handen gepakt. En al zijn energie op triathlon gestort. Want hij werd tot het einde van zijn dagen uitbetaald het Amerikaans leger. Omdat het eigenlijk een fout was van het Amerikaans leger. En hij had al zijn energie in triathlon gestort. En hij was de wereldrecordhouder in 10 uur 55. In de meeting in 2005, na de meeting ging ik naar Carlos. En ik keek in Carlos' zijn ogen en ik zei, Carlos, en zei jij, Mark. Ik zei, I'm going to beat you tomorrow. En hij keek naar mij en ik had zo'n armjes en hij had zo'n armen. En hij zat 17 jaar in de rolstoel en ik 3 jaar. En het grootste verschil met de Paralympics en de Ironman van Hawaii. In de Paralympics heb je allemaal verschillende categorieën waar je goud in kunt halen. In Hawaii is dat maar 1 categorie, de disabled category. Dus of je nu 1 onderbeen kwijt bent of verlamd van borst tot tenen zoals ik, dat is dezelfde categorie. Maar uiteraard is dat vechten met totaal ongelijke wapens, want ik heb geen buikspieren, geen onderrugspieren. Mijn diafragma werkt niet goed meer mee. Maar toch had ik zo'n grote mond dat ik tegen hem zei dat ik hem ging kloppen. Dus ik moest proberen woord houden. Maar dat wist ik wel. Ik moet eerst aan de marathon beginnen, want de marathon in Hawaii is op en neer. En als je buikspieren nog hebt, zoals hem, kunnen voorovervallen en rechtkomen. Maar voor mezelf is dat onmogelijk. Dus ik wist eerst aan de marathon, anders ben ik sowieso 2e. En na 170 kilometer in de handbike, een kop kop. En ik dacht, ja, ik kan hem effectief kloppen. En dan hoorde ik iets en het was hij. En hij passeert me. En hij keek me in mijn ogen en hij zei, ik weet het nog als de dag van gisteren. Hij zei, Mark, you're an animal. Ik zeg, ja... Maar nu is plaats 2, want in de marathon heb ik echt totaal geen kans. En toen dacht ik, nu is nog 1 manier om de jongen te breken. En dat is mentaal. Ik moet die terug voorbij. En op kilometer 175 ging ik hem terug voorbij. En ik keek hem ook in zijn ogen. En ik wou hem impressionant in zijn ogen kijken. Maar volgens mij waren het redelijke droepie oogjes. Ik wou ook iets zeggen, maar ik kon niks meer zeggen.
En ik kom in mijn sportrolstoel, begin aan de marathon. En ik dacht, ja, die jongen is mentaal helemaal kapot nu. Met een voormalige Navy SEAL. Ik had eigenlijk veel beter moeten weten. En die droom heeft 200 meter geduurd. En toen kwam hij mij terug voorbij, maar ik merkte op dat hij ook niks niet meer zei. En ik bleef 20 kilometer bij hem en dat was een hele steile helling, Palani Road, en ik moest hem laten gaan. Maar ik bleef toch alles geven en ik kwam in de laatste rechte lijn en zag de tijdsklok. En dat stond op 10 uur 51, dus ik zat 53, dus ik zat 2 minuten onder het wereldrecord. Maar hij had me na 20 kilometer achtergelaten, dus hij moest het wereldrecord verpulverd hebben. En hij zat aan de aankomstlijn en hij was aan het wenen. En hij pakte me vast en hij zei, Mark, you put me to another level. I broke the world record by 22 minutes. I'm never going to be faster than this. I quit. En op die moment waren we alle twee aan het snotteren, want we hadden elkaar totaal ingemaakt. En iets later lagen we ook alle twee aan het infuus, moet ik eerlijk toegeven. En op die moment zei hij tegen mij, en ik moest tegen hem juist hetzelfde zeggen, dat hij ervoor gezorgd had dat we onder het wereldrecord waren gegaan. En dat heb ik die dag ook geleerd, dat in sport, en ik denk in het leven te koert, vooral in de bedrijfswereld en in de sportswereld, dat uw vijand, uw beste vriend is om het beste uit jezelf te halen. Want zonder Carlos had ik die dag nooit onder het wereldrecord gegaan. En Carlos zei tegen mij juist hetzelfde. En dat heb ik meegenomen het jaar nadien. En dan had ik een gevecht met Aikin Ellejong. En die jongen had 2 keer goud op de Paralympics. 2 keer goud op de triathlonkampioenschappen, kort en afstand. En dat was een jongen die was zijn 2 onderbenen kwijt. Dus ik kon nog zwemmen met zijn bovenbenen, buikspieren, onderrugspieren. En ik dacht, ja, dat is weer voor plaats 2. Maar dan heb ik alles meegenomen wat ik van mijn jaar verdien geleerd had. Van mijn neefje, dat elke tegenslag een kans om terug te vechten. Van mijn vriend die ik verloren ben, dat een voorrecht was dat ik nog op die planeet was, dat ik nog kon afzien. Dat mijn vijand eigenlijk mijn beste vriend was. En dat heb ik allemaal in die wedstrijd gegooid. En na 10 uur 51 ben ik als eerste over de finish gereden. En eigenlijk, heel veel mensen geloofden nooit dat dat zou kunnen lukken. Met die hoogte van lazy vechten tegen jongens met buikspieren en onderrugspieren en noem maar op. Maar het is toch gelukt. En dat is een foto met 2 personen over de finishlijn. En die foto is eigenlijk totaal verkeerd, want dan moeten er minstens 50 zijn. Want ze praten dikwijls over individuele sport, maar dat bestaat gewoon niet. Als ik het alleen had moeten doen, dan was het zwarte kaart voor mij geweest, want dan was ik hier niet meer geweest. Maar dankzij mijn team, die hebben mij doen hebben geloven in alles wat ik voor wou gaan, is alles gelukt. En dan de finishlijn, dat eigenlijk eerst mijn pa en mijn ma over de streep moeten lopen. Dan mijn broer en zus, dan mijn nichtjes en neefjes en allemaal mijn vrienden. Want zij zijn allemaal een stukje van die puzzel die tot het eindresultaat komen dat eigenlijk in veel mensen hun ogen het onmogelijke toch mogelijk is geworden. En dan ben ik gestopt met triathlon voor mijn tweede droom gegaan op mijn bucketlist. En dat was de Crocodile Trophy. Dat is een mountainbike-wedstrijd van 1400 kilometer op 10 dagen in de Outback van Australië. En dat had nog nooit iemand in rolstoel gedaan. En ik belde met een organisator. En ik zei dat was een droom van voor mijn ongeval, omdat ik zo van de natuur hou. En omdat ik zo van het land Australië hou. Ik wil die absoluut meedoen. En hij zei tegen mij, Mark, je hebt niet alleen een dwarslesie, maar je moet ook eens naar je hoofd laten kijken. Want daar is ook iets misgelopen. Ik zeg... En dan ben ik weer naar mijn team gegaan dat altijd in alles geloofde. Dat is mijn pa, mijn ma en al mijn vrienden en familie. En zij zei van, als je wilt, we steunen je vertrek. En dan zijn we toch vertrokken. En 10 dagen later en 1400 kilometer later ben ik als eerste rolstoelatleet ooit over de finish gereden. En is de volgende droom in mijn leven uitgekomen. Maar ik heb er wel geleerd dat ik in staat was om mezelf letterlijk dood te sporten. En ik had eigenlijk nog een derde droom en dat was papa worden. En als ik bezig zou blijven met de dingen die ik het allerliefste deed, dat was sport en avontuur, vroeg of laat zou dat fout aflopen, want ik had al een aantal keer op intensieve gelegen, al 2 keer de dood in de ogen gekeken, maar ik wou een papa worden en een verantwoordelijke papa met een inkomen. Dus ik moest met alles stoppen en een job gaan zoeken, maar ik wist absoluut niet welke job dat ik moest gaan zoeken. En dan plots op een avond, ik zat thuis en de vader van Kevin Powels kwam aanbellen. En die zei, Mark, wil jij met Kevin werken? Kevin is een hele gesloten jongen. Er zijn heel weinig mensen die ermee willen werken, omdat je nooit feedback krijgt. Maar voor mezelf was dat eigenlijk een leuke uitdaging. En Kevin werd altijd beter en beter. En in 2012 kwam hij eerst op de world ranking. En meer atleten kwamen naar me toe. En we zijn nu met 2 coachen. En we begeleiden 142 atleten. En er zitten supermooie verhalen tussen. Bijvoorbeeld die jongen hier,
met Van Riel op zijn borst. Dat is een jongen bij ons het dorp. En in 2008 kwam hij naar me toe en hij zei, Mark, ik wil ook triathlon gaan doen. Maar hij had geen achtergrond en we zijn eigenlijk van nul begonnen. En afgelopen Olympische Spelen is hij zesde geworden. En ja, dat is een van die supermooie verhalen van mensen die aan ergens iets beginnen, die een droom hebben en die een droom echt waarmaken, ondanks de tegenslagen op hun weg, ondanks dat er zoveel non-believers zijn, dat ze toch kunnen hun dromen bereiken. En dan vragen heel veel mensen naar mij, hoe kan een anders valide jongen, valide atleten trainen? En dat is eigenlijk heel simpel. Meer dan 50% in topsport. En ik denk, in het leven te koer speelt zich af tussen je oren. En dat het daar allemaal klopt, dat is dan een hele stap weg in de goede richting. Dan ben ik ook ploegleider geworden van drie teams, van een cyclocross team, van een triathlon team en een BMX team. Dan in het midden van de crisistijd hebben we een 185 coaching center opgericht. Met rond een bedrag van 0 euro begonnen. Maar er zijn ook 8 mensen die fulltime in dat centrum werken. En in dat centrum begeleiden we alle atleten op zo'n goed mogelijke manier om hun dromen te bereiken. En dan dit project zal u misschien de laatste weken wel bekend zijn geworden, omdat met Koen Wouters het nieuwe programma van Overwinnaars, dat meisje vorige week dan naar Bovelde wandelde in Peru. Dat is allemaal ook gestart met het U-turn-project. En een vriend van mij van het speciaal interventieteam van de politie was meegeweest op voorbij de grens. Hij zei, Mark, dat is zo'n mooi project. Ik wil er mijn job van maken. Hij had een heel goed inkomen met het speciaal interventieteam. Ik zeg, als je het echt wilt, net zoals ik To Walk Again wou, dingen moeten met stoppen en volledig vergaan. Hij heeft zijn job opgegeven, is het U-turn-project gestart. En ja, dat is een fantastisch project. Dus wij, heel veel mensen met een beperking, denken dat ze geen mooi kaartspel meer hebben. Maar wat doen ze met U-turn? Stappen op een vliegtuig. Ze vliegen naar Nicaragua. Blinde mensen, dove mensen, mensen met amputee, dwarslesie. De doven helpen de blinden helpen de mensen met dwarslesie. En ons doel is dat die mensen een U-turn maken in hun hoofd. Dat die zeggen van oké, we hebben een beperking, maar we zijn nog iemand. Als we dat hier kunnen in Nicaragua, dan hebben we zeker nog eens plaats in de westerse wereld. En dan kunnen we een job ambiëren. Kunnen we voor een familieleven gaan. We zijn nog iemand. En we moeten onze dromen terug rechtzetten en ervoor gaan. En eigenlijk van mezelf was de cirkel bijna rond. Alleen moest ik nog papa worden. En dat is 4 jaar geleden voor de eerste keer gelukt. En heel veel mensen kijken zo op naar topsporters. En naar super succesvolle zakenmensen. Maar dat is eigenlijk in C allemaal mijn bijzaak. En ook naar die topsporters. Ik heb nooit in mijn leven gehuild van geluk. In de topsport van pijn, ellende en verdriet meer dan ooit. Maar nooit van geluk. Maar toen mijn dochter geboren is, heb ik eigenlijk twee dagen aan een stuk niks anders dan gedaan dan gehuild van geluk. En ik had het al geleerd van een manneke van 6 jaar oud, dat het in het leven draait om familie en vrienden. Maar die een dag heb ik dat ervaren als een tsunami van geluk. En dat wist ik 100% zeker. Het gaat niet om de medailles aan de muur, niet om de trofeeën op de kast, maar het gaat om de essentie en dat is hun vrienden en familie. En dat was zonder enige twijfel het allermooiste moment uit mijn leven. En eigenlijk was de cirkel rond en ik zit met een redelijk gecompliceerde breuk in mijn ruggenmerg. En als ik daar een bloeding krijg die naar boven gaat, is de kans heel reëel dat ik een zwarte kaart trek. En bij ons in de foundation hebben we de laatste jaren zo 2 kinderen verloren. Dus ik weet dat lot kan mij ook beschoren zijn. Ik ben ook niet zuinig geweest met mijn lichaam in het verleden. Dus de kans dat ik een heel hoge levensverwachting heb, is ook redelijk klein, denk ik. Maar voor mij is de cirkel rond, omdat ik had 3 dromen. En dankzij mijn team, want dat komt zeker niet door mezelf, maar dankzij mijn team zijn die allemaal uitgekomen. Maar een dag na het ongeval had ik eigenlijk een 4e droom. En dat was, ik wil ooit terug stappen. En de platen van mijn rug zijn eigenlijk heel de wereld rond geweest, zelfs tot in China. En de dokters zeggen allemaal, die kans dat hij ooit terug stapt is nul, want heel deze ruggenmerg is afgescheurd. Maar mijn dochter was amper 11 maanden en ze heeft aangetoond, kijk, jullie zijn weer fout. Hij kon Hawaii nooit winnen, ik kon de Crocodile-trofee niet doen, ik kon geen atleten coachen, ik kon niet terugstappen. Maar mijn dochter was amper 11 maanden en ze liep rond. En mijn bloed stroomt door aderen. En als zij loopt, is het voor mij 1000 keer meer waard dan ik zelf terug zou kunnen lopen. En ik stap elke dag met zo'n staprekje voor iemand van 80 het huis. En old school braces. Maar mijn dochter die loopt rond zoals ieder ander gezond kind. En ook daar denk ik, als iedere vader en moeder kan beamen, als een kind het goed hebt, dan heb je het zelf ook goed. En als mijn dochter loopt, dan loop ik zelf ook terug. Dus zij heeft mijn 4e en ultieme droom doen waarmaken.
En dan een jaar, een 8 maanden geleden, is de tweede dochter in huis gekomen, kleine Sue. Weer een tsunami van geluk. En dan de laatste slide is voor mij persoonlijk de allerbelangrijkste, omdat hier zie je de foto en het litteken op mijn rug is vrij duidelijk. Dat is een litteken, maar dat is fysiek. Maar heel mijn rug staat vol met littekens. Van die mensen die ik verloren ben. 2 jaar geleden heb ik mijn vader verloren. Wat voor mij altijd mijn voorbeeld was in alles. Heel mijn rug staat vol met littekens. Op alle vlakken eigenlijk. En dit is gewoon maar een fysiek letsel. En van waar ik deze foto ertussen stop, dat is... Wat er in het verleden gebeurd is, dat kunnen we niet veranderen. Dat is totaal buiten onze macht om dat te veranderen. Wat we wel in onze macht hebben, dat is het heden. En van mij zijn dat de twee liefste kinderen op aarde, die had ik vast heb. En hoopvol naar de toekomst kijken. En vandaag deze foto tussenstop. Wat er ook gebeurt in het leven. Elke dag is een tegenslag in het leven, is een kans om terug te vechten. En had ik na mijn ongeval naar de non-believers geluisterd, dan had ik nooit Hawaii gewonnen, nooit de Crocodile Trophy, was ik nooit papa geworden en was ik hier niet meer geweest. Maar dankzij de believers, de mensen die in dingen geloven, mensen die vooruitkijken en in het verleden, zijn eigenlijk al mijn dromen uitgekomen. En is voor mij vanaf nu elke dag een geschenk en die ik met twee handen aanpak. En dan kunnen jullie misschien denken wat de jongen daarvan voorvertelt. Dat zou ik nooit niet kunnen. Maar in het begin van de lezing heb ik iets gevraagd, even gaan rechtstaan en gaan zitten. Voor jullie totaal geen probleem, voor mij tot op heden onmogelijk. Dus jullie hebben meer capaciteit dan ik, omdat mentaal en lichaam, dat is één. Lichaam en geest zijn één. Dus jullie zijn sterker dan ik. Dus als ik het kan, dan kunnen jullie het zeker. En, dat is een beetje mijn verhaal. En ik had het al gezegd, het draait allemaal om familie en vrienden. En ik heb een van die vrienden die weet dat dit helemaal buiten mijn comfortzone is. Dat ik echt niet gemaakt ben om op een podium te zitten en mensen toe te spreken. Ik ben gemaakt om in een bos te zitten. Ik ben niet gemaakt om lezingen te geven. En die maat zei, weet wat, ik zal u helpen. Ik ga een filmpje maken van 10 minuten. Dat geeft u de kans om van dat podium te verdwijnen. En dat geeft de mensen in de zaal de kans om een filmpje te zien. En weet je wat, ik zal er ook nog wel mooie muziek achter zetten. Als er mensen die dan moe zijn van uw toespraak, dan kunnen ze hun ogen toedoen en dan goede muziek luisteren. Dus dat is een beetje wat dat mij betreft. En... dan is hier het filmpje.